hier in de kerstje. Ja, dit is het, dames en heren, de puppet. Het fijn dat je zo komen bent. Dat voelde gewoon van. Ja, je had een uitnodiging aan het, hoor. Ja, ja. Ik had goed. Ik had geen uitnodiging. Je had geen uitnodiging? Och. Ja, er zijn er nog wel. Ja, nou, goed. Ja, we hebben ongeveer 14 dagen geoefend voor de buurtschappen. Op het lied dat ik voor je zal zeggen. Het is een ode aan jou. En ja, we zijn 14 dagen bezig geweest om dat erin te polderen. En we gaan kijken of het gelukt is. Want dit is heel andere uitvinding. Oh, dit is niet, natuurlijk, zonder dat ik er iets van meen. Natuurlijk, namelijk, dames en heren. Ja. Wie maakte van deze schouwburg een heus instituut? En deed dat zeer beschaafd en geenszins bruut. Uiterst bedachtzaam en toch resoluut. Ik hoor zijn voornaam al en die luidt luid. Wie vindt de rode kruk in de foyer een irritant attribuut? Wie verwijdert oude logo's en posters acuut? Wie spot vrouwelijk schoon à la minuut? Ik hoor zijn voornaam al en die luidt luid. En wie maakte onlangs nog Buzio zijn debuut? Voor wie bestaat geen theatraal substituut? En wie brengen wij daarom een eresaluut? Ik hoor zijn voornaam al en die luidt luid. Bij wie klinkt in de auto klassiek tututut? Wie combineert gevulde koeken met een chateaufrit? Wie onthoudt slecht namen, maar onthoudt absoluut dat zijn vrouw Bo heet en zijn hoofd? Wie maakt vandaag zijn pensionado debuut? Wie mag nu een vrije val zonder parachute? Wie hoeft niet meer vroeg op als de haan publiekt? Ik hoor zijn voornaam al en die luidt uit. Of wie toosten wij straks met een champagne debuut? Natuurlijk, op die voorname voornaam en die luidt uit. Maar dames en heren, ook zijn achternaam is super. Vandaar nogmaals een warm applaus voor Ruud. Raya van beeldende kunstenares Rielle Beekmans kunnen bemachtigen. Rielle vindt het een eer dat haar werk in jouw boerderij komt te staan. Jouw team heeft naast het organiseren van dit schitterende afscheidsfeest een prachtig boek vol herinneringen voor je samengesteld. Ik mag je dat namens het team ook ophangen. Kijk er straks in, het is werkelijk geweldig. Goed, dames en heren, we gaan zo naar het volgende gesprek. De volgende spreker is een spreeksteun. Ik ga nog even wat kort dingetje voorlezen en dat is deze. Ja, dus, u weet, of u weet het niet, maar Ruud is perfect geschatten. Dat betekent dat hij in de zaal kijkt, er precies veel mensen in zitten en aan het eind van het jaar dan gaan ze dat checken en dan zit hij er hooguit 100 naast. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dus eigenlijk slaat dit gedicht elkaar niet op hem. Dat schatten niet je sterkste kant was, merkte ik bij ons eerste samenzijn al ras. Want terwijl ik me verdiepte in de geslachten, speelde jij met de gedachte dat 69 mijn leeftijd was. Het is oorspronkelijk van Frank van Palen, het gedicht. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als je bent verdronken, nog een weekje naar je dreigt. Daar is Toon Hermans mee aan de haal gegaan. Maar ook dit gedicht heeft hij hem iemand nodig. Uiteindelijk kwam hij er tot zijn grote verdriet achter dat zijn vrouw vreemd ging met zijn beste vriend. Maar die bleef hardnekkig ontkennen. Ik ben je beste vriend helemaal niet.